Ja, we weten al een keer dat het net al heel geweldig gaat met de graaidevogels in Friesland. Er werd een soort op raad en ik een soort onderzoek naar die. En er luidt intussen ook een provinciale notitie over de situatie van de vogels. En de provincie die wil eens wel weten wat het Fries jongerenpanel van die notitie vindt. Nou, dat panel, dat had het er van de midden hoor. Ja, ze krijgt Florian Landstra van het panel al jet. Dat panel krijgt ook inbreng van zaakkundigen. Geert van Thun, die is op het provinciehuis, want daar praten ze erover. En die had zo'n zaakkundige bij hem, Geert. Ja, ik ken hem net zaakkundiger krijgen, denk ik, Teunis Piersma. De zaakkundige op het gebied van graaidevogels. Mag ik je zo adviseren, eventjes in dit kader? Nou, ik heb een beetje verstand van skriezen en wans in elk geval. Wat minder van lippen trouwens. Wat minder van lippen? Nou ja, de meeste man dat het oude om de jaren uitgeven verzeld naar de skriezen en de wansen. Dus daar ken ik wel wat op zeggen. Ja, ja. Wees even zin, want je bent hier op uitnodiging van het jongerenpanel. Dat een vrege en net vrege advies aan mij onder provincie. Heb je enig idee wat het voor panel wie? Nou, ik heb er eerlijk gezegd nooit van gehad, maar Hans van der Werf van de Milieufederatie die hem vrege was ik wat door graaidevogels vertellen. Want daar was iets voor te weten komen, misschien ook wel iets voor zeggen. Nou, dat is natuurlijk prachtig. Dan kan ik hem wat vertellen wat we de oude Jochen hier in de provincie al hier ontdekt hebben, hoe skriezen het vooral. Ja, daar hoe dadelijk even meer, maar eerst nog even naar zo'n jongerenpanel. Je kent het net, ik hier het ook net goed op je netvlies. Maar het is toch wel aardig om te zien dat jongeren zich intensief bemoeien met de provinciale politiek. Want dat is het dan toch wel, dat is toch wel bijzonder. Dat is toch wel leuk, maar voor jou ook wel leuk geweest om trouwens van die jongeren daar eens een keer een verhaal over te gaan. Nou, dat lijkt me een heel goed plan. Die hebben natuurlijk een oren kijken op hoe dat met de provincie ruilde zeilt. Maar het ben natuurlijk wel de mensen die er nog langs de wijn moeten hopen. Ja, daar gaan we vanuit. Ja. Daar gaan we vanuit. Dus ja. Dat ben ik de mensen die natuurlijk hartstikke aan boord hebben. Ja. En dan zal het verhaal van, met name gaan over de skriers van de midden? Ja, ik wil graag wat vertellen over hoe dat je bij die graaidevogels, die kan je heel serieus nemen, dat doen we dan ook. En dat je goed meer te kennen eigenlijk van wat er deer gaat per jaar, maar ook wat er bij komt. En nou is het euvel van de graaidevogels is eigenlijk dat in dat hele moderne land, daar komen die graaidevogels, die worden net meer groot. En of die worden op sommige plakken nog wel groot, andere plakken worden die net groot. En daar wil ik heel graag wat over vertellen. Maar dat is wel het soort van werk van lange adem. Want je moet eigenlijk inzetten van wat er met die piekjes gebeurt. Dus dat betekent in eerste plaats dat je die piekjes benauwd komen maten. Dat is echt dan net zo heel makkelijk. Dus dan moet je nesten vinden kennen. Nou, dat kennen mensen in Friesland altijd heel goed. En door dit soort werk bloeks natuurlijk ook jongere mensen. Ik ben bij dat werk trouwens. Ja. Dan krijg je die vogels, die krijg je een merkje. En dan maak je eigenlijk traaien wachtje tot je witte waarde waarom komt. Ja. Maar als je dat doorgaat, dus een hier intensief... Die nesten volg je, die pietjes erin je en dan traai je je best door om te zien wie er waarom komt. Dan weet je een heel soort meer. Want dan weet je wat een ooi wat lang wordt, ik werkelijk een naar je vogel opsmiet. Ja. En dat geeft het natuurlijk bazaal om dat je dat weet. Ja, zo simpel is het eigenlijk. Er mag wat goeds uit dat ooi oerbleeuwen, zeg maar. Er mag wat oerbleeuwen en waarom komen. Ja, en maar dan zijn jullie eens kijk, daar ben we dus dan jongen hier aan de gang. Dan zeg ik, nou, dat is een cyclus van traaien. Hier, daar mag je dan later zicht op hebben, ze staan er gewoon net. Nou, in zekere zin, we zijn dus een jongen hier met die schrieën aan de gang. Maar we zijn eigenlijk met dit werk eigenlijk pas Sojzelin starten. En dat betekent dat we nou eigenlijk van twee traaien hier hebben goed in de peiling. En dat zijn dus de twee traaien hier die het alweer 5-6 hier voortlezen, ja. Hebben nou goed in de peiling hoe het gaan is. Dat is een beetje het ongemakkelijke van zo'n onderzoek. Want je moet het gewoon dus volhouden. En dan kun je achteraf kun je dan heel veel dossiers. Maar hoe gaat het net, want zo zit het lid van zijn skriers in elkaar. Ja. Dus die groeit hierop, die vlucht naar het zuiden. En dan is er eigenlijk een kwart van de vogels die komt naar een hier waarom. De helft die komt naar twee hier waarom. En nog een kwart komt naar drie hier pas waarom. Ja. En dan weet je pas waar de oerbloem is. En de rest van de tijd zitten ze dan van pad in Afrika, maar misschien ook wel eens een oersimmering in Spanje en Portugal. Daar zitten van ver die verschillen in cycli? Dat is een hele mooie biologische vraag eigenlijk. Waarom komt die ene gauw over om eens door? Hoe kan ze dat uitvinden? Dat is natuurlijk ook weer mietenbloem. En dan kan ze zeggen van nou is het nou zo dat bij geleeks in modern boerenland, ben dat vooral een skriezen die het opsmiet, of juist net. En maar Safië ben we dan. Dat weet je dan net? Nee, dat weet ik dan net. Ik heb er nog net echt een idee hoor. Het is wel vaak zo dat als populaties onder druk staan, dat immer de skriezenpopulatie heel sterk zijn. We verliezen een helder 5-6% per jaar, misschien wel 100% op sommige plakken. Dat is nog wat, hè? Nee, dat gaat heel hard achteruit een hele tijd. Het is wel zo dat die populaties werd rond die zit. Daar beginnen de jonge vogels het algemeen jaren met brieën. Dat is net oors trouwens een gemeenschappopulatie onder druk staan. Dan beginnen de mensen ook jaren met brieën. Daar komt het eigenlijk op del. En dat is met vogels het algemeen niks aan. Wat is de grootste bedrieging eigenlijk? Nou ja, het is een boerenlandvogel. Ja. Alleen die heeft het heel lang
had hij het beter dien als het boerkje intensiever was. He? Dat is eigenlijk vanaf zondje 50 of zo. En dan eigenlijk zat dat njoortje 70, njoortje 60. Gaat dat heel dit beter met de skriers. Sommige orenvogels die voelen door uit de boord, want toen waren het eigenlijk al wat te... groeide het gas eigenlijk wat te hut en wie het eigenlijk wat te gauw meen. Maar die skriers die had het heel lang hartstikke goed dien. Maar dan, zo'n njoortje 70, dan komt de klater in. En dan gaat eigenlijk de intensivering gaat nog terug. Ja. Nou, en dat land wat we nu hebben, met het grootste vat van de boeren, hè, dat is meer dan 90% van de provincie, dat is een monocultuur van Engels raai. En daar zijn allerlei goede redenen voor om zat de boerken. Maar dan houdt die cultuur volgen, die houdt het gewoon net meer uit. Er is niks meer voor die pieken te eten. En dat is eigenlijk het grootste euvel. Dus we weten nou ook wel, want je kent natuurlijk zeggen, nou ja, is het net zo dat het in Afrika fout gaat of in Spanje. Nou, dat kennen we meer dan aan de hand van de overleving van de oude vogels. En die oude vogels die hebben een goede overleving op het heden. Ja, ja. Dus we weten dat, en we weten dat er de minfieken groot worden. Ja, maar toch schets jou een tamelijk, zwartgallig scenario. Is dit wat je straks vertellen? Zullen jullie juist de stupen op liefde boven ergens? Nou, ja, dus hadden we niks door. Hè, hadden we het oude hingen litten van dat laatste stikjes blommerik via de land. Wat nu in handen is van natuurmonumenten of Friese Geer en de stadbosbeheer. Dan wordt die liep en dan wordt de skriers. Dat worden hele zeldzame vogels. Dan worden het geen vogels voor elke nier meer. En ik zou graag willen dat vogels voor elke nier worden zoeken. Dus dan maak je waarschijnlijk wat oorsboortje. Nou ben er orenreden misschien ook een wat oorsboortje. Je kent de... En dat is de ziekte toch naar een misschien toch wel wat een iets tragere landbouw. Maar misschien ook wel iets beter product. Wat ik misschien wel volle beter betellen wordt. Daar hoop ik zelfs op. Maar dat is een ziekte wat een net Nederlands ziekte wordt natuurlijk voor... biologen is. Dat is echt een ziekte voor de boeren. Dat is echt een ziekte voor de economen. Dat is een ziekte voor ze alle jaren. En, nou ja, daar hoop ik die jongeren straks wat om te fietsen. En ik hoop natuurlijk zelfs ook dat dat onderdeel wordt van de culturele haardstad. Daar gaat het in feite in Friesland om. En willen wij in een ingerut industriegebied leven. Ja. En ik heb zelf dus het gevoel dat dat eigenlijk al een beetje gebeurd is. En je maakt dan om ziek en om een liep. Dat zien we dus in de kranten. Of om een skriers. En wat een heel speciale gebied. De lurken ben je wel helder kwijtraken. En als we die waarom hebben willen, dan zullen we ons boordje maken. Nou. Maar het is net zo dat dat net kennis zoeken. Dat is het boodschap waar je de jongeren mee aan zullen. Ja, nou, dat het boodschap is dat we onder ziektocht beginnen maken. Ja. Als we net ons boordje maken. Een prachtig succes. Dankjewel. Dankjewel.